Adrie, sta jij toch een beetje met het schaamrood op de kaken mij te woord nu? Nou, ik ben wel teleurgesteld in hetgene wat we hebben laten zien, dat is wel duidelijk. Vond je het gênant? Nou, gênant niet, maar ik vond het wel slecht. Wat is dan het verschil daarin? Ja, dat weet ik niet. Ik vond het gewoon slecht. En wat vond je dan specifiek zo slecht? Kan je het toch nader toelichten? Nou ja, je hebt ze van tevoren gewaarschuwd voor Jong Twente, waar iedereen van denkt van dat is een makkelijk wedstrijdje. Maar uiteindelijk de laatste 3-4 wedstrijden bijna alles gewonnen, ook tegen Willem II. Ja, dan denk ik, dan moet je spelen voor wat je waard bent. En dat heb ik gewoon niet teruggezien. Maar dat is gek, hè? Want dat is eigenlijk een basiswaarde die elke ploeg moet hebben. Strijden en knokken, daar begint het altijd mee. Dat moet er toch standaard zijn? Ja, daar ga je ook vanuit. Maar blijkbaar is dat niet het geval. En de ene week is het daar wel. Of er gebeurt wat en dan is het er ook. Alleen er zijn nog wedstrijden waarin het niet gebeurt. En dan ga je troosteloos ten onder. Zoek je dan nog maar excuses waardoor dat kan? Of ga je nu zeggen van nee, het maakt niet uit wat voor omstandigheden je hebt. Dit kan gewoon niet. Nee, dat moet je niet zoeken naar excuses. Ik bedoel, daar heeft iedereen mee te maken. En volgens mij hebben wij geen Maradona's die elke week voor 40.000 man hebben gespeeld. Dus dit is ons niveau. Dus dan moet je gewoon je best doen en moet je alles geven. En blijkbaar is het nog heel lastig voor ons. Maar dat kan toch? Jouw conclusie is een beetje dat dus ook niet iedereen zijn best heeft gedaan. Dat kan dan toch ook niet zonder gevolgen, want dat kan toch gewoon niet? Nou ja, je ziet gewoon dat het hele elftal niet heeft gebracht wat je hebt afgesproken. Dus dat is wel de conclusie. Nou ja, daar zullen we wat mee moeten aanvangen. Ja, want de trage opbouw die eigenlijk van begin af aan was, dat zal niet jouw bedoeling zijn geweest, mag ik hopen? Nee, dat kon zo wel. Alleen dat duurde veel te lang, waardoor er eigenlijk niks gebeurde. En dat hebben we in de rust nog proberen aan te geven van dat het anders moest. Maar de tweede helft heb je daar niet veel verbetering in gezien. Neem je dan iets kwalijk dat je misschien eerder had kunnen ingrijpen, misschien zelfs in de eerste helft om een statement te maken, om het te doorbreken, dat het even tot ze doordringt? Ja, dat weet ik niet. Ik denk niet dat het aan één speler zozeer lag. Het lag gewoon aan het feit van dat we met z'n allen niet voor elkaar kregen. En dat tempo was gewoon veel te laag, dat je ook zei. Dus dan kijk je in de rust van kan ik er nog bijsturen. En op het moment dat het in de tweede helft ook niet lukt, dan moet je wat anders doen. Is dat ook een conclusie die bij jou voor twijfel zorgt, als het heel je ploeg is, dat je denkt, hoe krijg ik dit op de rit? Nee, want het andere moment dan doen ze het wel en vandaag doen ze het weer niet. Nou, dat is wel iets, een soort van wisselvalligheid waarvan je denkt van dat moet er gewoon uit. En blijkbaar hebben wij daarin moeite. Maar is dat iets wat jij weet hoe je dat uit deze ploeg kan krijgen? Zijn daar in de handleiding om trainer te worden, staan daar handvaten in hoe je hier dan uit kan komen? Nou, ik denk dat we samen moeten kijken van hoe we dat beter voor elkaar gaan krijgen. En ik heb daar wel mijn ideeën over, dus daar ga ik ook wel mee aan de slag. Maar het is wel duidelijk dat het zo beter moet, laat ik het zo zeggen. Je wordt ook voor het eerst geconfronteerd, in ieder geval dat ik het heb gezien, met supporters van Sparta die met witte zakdoekjes zwaaien. Doet dat je iets? Nou, het is mij niet opgevallen, omdat ik al mijn energie in die wedstrijd stak. Omdat het gewoon gebeurde na het laatste fluitsignaal. Ja, nee, ik heb die jongens gewoon naar die supporters toe gestuurd. Uiteindelijk denk ik dat het belangrijk is dat die spelers toch die supporters daarin bedanken. En wat ik al zei, het is mij niet opgevallen. Dus ik kan daar ook niet veel aan veranderen. Ik snap dat ze enorm teleurgesteld zijn, want dat ben ik zelf ook. En dat ze enigszins kwaad zijn, dat ben ik ook. Dus wat dat betreft kan ik ze daar geen ongelijk in geven. Voel je eigenlijk druk? Voel je dat de druk toeneemt of ervaar je dat anders? Ja, volgens mij is het bij Sparta altijd druk. En twee weken geleden was blijkbaar de druk enorm en toen wonnen we. En ik neem aan dat de druk nu wel weer zal komen. Dus dat is denk ik inherent aan het trainen van Sparta zijn. Maar ik bedoelde specifiek de druk op jouw positie. Want dat statement van die supporters, dat duidt er vaak op. Wij willen dat de trainer weggaat. Maar hoe reageert de trainer dan? Ja, wat mij betreft is dat niet aan de orde, maar zo sta ik erin. Dus